Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met vrij veel bewolking in ons land. In het Noordoosten hebben we wat opklaringen gezien, maar dat opklaringsgebied loopt deels dicht en zal ook later vanavond en vannacht wel weer nevel en mist kunnen produceren. Dus we houden het er toch op dat het in het algemeen vrij grijs blijft. En dat laat de computer ook wel een beetje zien. Hoewel de invloed van hoge druk blijft toch ook wel wat merkbaar, wat gesputter hier en daar. Het is in elk geval wel vrij rustig weer en storingen blijven vooralsnog een heel eind op afstand. In de loop van volgende week overigens komt er wel een lage drukgebied dichterbij en dat betekent dat het vanaf dan wel duidelijk wisselvalliger gaat worden. Maar dat is allemaal nog een heel eind weg. Het blijft voorlopig heel rustig met vanavond amper wind. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Hier en daar komt misschien een opklaring voor. Dan kan het ook meteen nevelig worden. En verder is het tamelijk bewolkt. Temperaturen liggen rond een graad of drie. Vannacht koelt het wat verder af. Plaatselijk tot dicht bij het vriespunt. Daar is een enkele opklaring voor nodig. En er kan ook wel weer nevel en mist voorkomen. De wind blijft in elk geval heel rustig. En dat blijft die morgen overdag ook. De zon schijnt niet of nauwelijks. Bewolking heeft echt de overhand. En in de loop van de dag kan vooral in de noordelijke helft van het land wat lichte regen of motregen vallen. De zwakke wind wordt geleidelijk oostelijk en daarmee wordt wat koudere lucht aangevoerd: maximaal 4 graden in het oosten en 6 in het westen van het land. Dan gaan we naar het weekeinde en dan hebben we zaterdag al wat zon in de loop van de dag in het zuidoosten, met name zondag op meer plaatsen. Het blijft droog in het weekend en het is overdag een graad of 5. In de nacht naar zondag kan de temperatuur dicht bij het vriespunt komen en dat kan ook nog in de nacht naar maandag. Maar maandag overdag raakt het bewolkt, gaat het waaien en neemt ook de kans op regen toe. We gaan daar tamelijk wisselvallig weer met temperaturen die ja een beetje rommelen. Ze zijn niet echt hoog en ze zijn ook niet echt laag. De kans op winterse neerslag neemt overigens wel wat toe. Zeker in de loop van volgende week kan er hier en daar best een keer wat natte sneeuw vallen. Maar ook daarvoor geldt dat de onzekerheid vooralsnog vrij groot is. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl